NPO-figuren Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman zijn gezwicht voor het grote geld van John de Mol. Ze schitteren vanaf vanavond 4 weken lang op het tijdstip van vandaag een site met hun eigen SBS6-show Marcel Gijs. Waar VI vaak tegen de miljoen kijkers scoorde of zelfs eroverheen, liggen de verwachtingen van Marcel Gijs een stuk lager. Televisiekenner Rob Goossens denkt dat de eerste aflevering van vanavond in elk geval wel gaat scoren, zegt hij in de Boulevard Podcast. Ik denk dat de hype zo groot is dat mensen echt heel benieuwd zijn wat die twee gaan doen. Maar het is natuurlijk ook geen vandaag een site. Op hoeveel kijkers zet Rob in? Ik denk dat ze heel mooi gaan scoren, maar niet zo mooi als vandaag een site. Ik denk dat zij 750.000 kijkers hebben. Co-host Bridget Maasland zet iets hoger in. Ja, oké. Nou, daar ga ik overheen, omdat heel veel mensen volgens mij dan toch wel inderdaad heel nieuwsgierig zijn of niet eens weten dat de heren er niet zullen zijn, weet je wel, dus die eigenlijk inzetten op vandaag een site, maar dan krijgen ze in een keer Gijs en Marcel, en dan toch even blijven hangen. Bridget gaat voor 850.000 kijkers. Rob, nou, we hebben er allebei wel vertrouwen in. 750 is ook al heel hoog. Zij daarop, ja, nee, ik denk zeker wel uit nieuwsgierigheid. Er is natuurlijk veel ophef over geweest, ook vanuit de heren van vandaag een site, dus dat is ook een leuke gift geweest natuurlijk. Dat hebben ze weer goed aangepakt. Dus ik denk dat het wel 850.000 kijkers gaat scoren. Rob en Bridget denken wel dat de kijkcijfers van Marcel Gijs na vanavond fors gaan zakken, hoewel het met aartsvijand Jan Slachter in de studio een spectaculaire uitzending belooft te worden. Hij vraagt haar, gaan ze het ook vasthouden? Bridget stellig, nee, dat denk ik niet. Rob, dat denk ik ook niet. Bridget, nou, we gaan het meemaken. Cuando tú no estás conmigo, como gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito.